ruim 1,5 miljoen vertoningen. Meer dan 180.000 weergaven. Dik 2 terabyte aan rauw materiaal. Meer dan 3300 uur aan kijktijd. En bijna 600 abonnees. F-Talk bestaat 1 jaar. En natuurlijk moet dat gevierd worden. Hey, hallo allemaal. 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 Leuk dat je kijkt naar de jubileumvideo van F-Talk. Mijn naam is Michelle en vandaag gaan we vieren dat mijn kanaal 1 jaar bestaat. En wat gaan we doen? We hebben een Q&A waarin ik al jullie vragen ga beantwoorden. We gaan terugkijken op een heel mooi jaar en ik heb nog een leuke verrassing. We beginnen met een stukje Q&A en ik heb de vragen ingedeeld in 3 categorieën. En wat algemene vragen, wat vragen over dingen in de Efteling en wat vragen over YouTube, zeg maar. En ik begin met de algemene vragen. En de eerste vraag die is van Tino van der Sijpen. En die heeft mij gevraagd of ik een vriend of vriendin heb. Timo, daar ga ik heel kort in zijn. Die heb ik niet. En dat vind ik eigenlijk ook helemaal prima zo. De volgende vraag die is van Banen. En die vraagt hoe lang ik al in de Efteling kom. En eigenlijk is dat helemaal nog niet zo lang. Ik heb tot januari vorig jaar ongeveer heel veel met sport gedaan. En dat was ik op een gegeven moment beu. En eigenlijk was ik gewoon een beetje bang dat ik thuis zou komen te zitten en niks zou doen. Dus toen heb ik een Efteling abonnement genomen. Zodat ik in ieder geval met wat vrienden af en toe een beetje meegesleept zou worden door de Efteling. Al heel gauw liep dat uit de hand. En ging ik minimaal eens per week naar het park. En toen wilde ik eigenlijk graag wat doen voor de Efteling. In eerste instantie ben ik toen gaan kijken of er een leuk bijbaantje was of zo. Alleen op dat moment was er eigenlijk niks te vinden. Maar ik wilde toch heel graag wat doen. En toen dacht ik, misschien kan ik wel gewoon een beetje wat gaan vloggen of zo. Op dat moment kende ik eigenlijk alleen Bart en Niels. En ik dacht, nou, die doen allebei wel iets met nieuws. Alleen Bart is heel enthousiast en heel druk. En Niels is heel zakelijk. En ik zit van mezelf qua karakter best wel een beetje ertussenin. Dus ik dacht, dat lijkt me een mooie invulling. En toen heb ik eigenlijk een camera gekocht met het idee van, nou, ik hou het waarschijnlijk een maand vol. En dat ben ik wel daarna wel beu. Maar dat is een beetje uit de hand gelopen. Verder vroeg Banen ook wat mijn favoriete attractie is buiten de Efteling. Nou ben ik niet in heel veel parken geweest buiten de Efteling. Maar de beste herinneringen heb ik toch wel aan Fly in Fantasieland. Die vond ik echt fantastisch. Het is een unieke achtbaan. Heel anders dan andere banen. Geweldige thematisering. Heel het gebied eromheen is ook echt super. Dus ja, dit was echt wel mijn favorietje. Ik moet zeggen, Ride to Happiness vond ik ook heel tof. Die komt wel heel erg in de buurt. Maar dan is Fly voor mijn gevoel met alles eromheen net een beetje beter. De laatste vraag in de algemene categorie die je kreeg, die is van Lonex Neko. En die vraagt of ik meer word herkend door medewerkers of door fans. En ik vind dit een hele moeilijke vraag. Want ik denk dat vooral medewerkers ook niet zo heel snel naar mij toe komen omdat ze mij kennen van YouTube. Wat ik vooral merk is dat heel veel mensen mij herkennen omdat ik gewoon altijd in de Efteling te vinden ben. En van de mensen die mij kennen van YouTube, die naar mij toe komen, zijn de meeste mensen toch wel gewoon fans, denk ik. En niet zozeer medewerkers die mij kennen van YouTube. Maar ik vind het heel moeilijk, want ja, dat is gewoon lastig in te schatten. En er ligt een hele dunne lijn tussen of mensen je kennen omdat je ze altijd ziet in het park. Of dat ze je kennen omdat ze je hebben gezien op YouTube. Dat waren de algemene vragen. Er zaten echt al een paar leuke vragen bij. Maar er komen straks nog veel leukere en moeilijkere vragen aan ook. Want jullie hebben echt hele toffe vragen gestuurd. Dank je wel daarvoor. Maar bij een jaar F-Talk hoort natuurlijk veel meer. Ik ben een jaar geleden begonnen met ik doe maar wat. Ik heb even snel een logootje in elkaar geflatst. Tussendoor zijn er wat dingen veranderd. Ik ben wat beter geworden ook met ontwerpen en zulke soort dingetjes. En ik dacht, het is nu een beetje een chaos. Dus ik dacht, ik ga alles even opknappen. Nieuw logo, nieuwe strakke huisstijl. Laten we even kijken hoe mijn nieuwe logo geworden is. Ik vind het een heel mooi nieuw logo. Ik ben er trots op. Lekker een beetje Eftelings. En bij een nieuw logo hoort natuurlijk ook een nieuwe huisstijl, nieuwe thumbnails, een nieuwe website, alles nieuw. En aangezien ik ook nog te vieren heb dat Eftelk een jaar bestaat, dat ik 100 video's online heb gezet en 500 abonnees heb gehaald, heb ik iets tofs ontworpen. Namelijk deze pin. En die is vanaf nu te koop op mijn webshop voor 6 euro. Dus als je hem wil hebben,
Kijk zeker even op mijn website. Ik zal ook hieronder even linken. En haal hem heel snel voordat ze op zijn. Want ik heb er niet extreem veel. Verder heb ik jullie beloofd dat ik een cadeautje weg zou geven aan de mensen die mij helpen aan toffe content. En dat heb ik zeker gedaan. Regina heeft me op het idee gebracht om terug te gaan blikken op een jaar F-talk. Dat gaan we straks doen. Regina heeft ondertussen de pin ontvangen. Regina, dankjewel voor dit toffe idee. En we gaan elkaar zeker nog een keer tegenkomen in het park. Ook heb ik er eentje gegeven aan Angie en Corné van Eftelingse Brunetten. Want zij staan altijd voor me klaar als ik vragen heb om mij advies te geven. En ze promoten me af en toe. En het is gewoon een heel leuk kanaal. Dus ook jullie heel erg bedankt voor de hulp. En verder wil ik ook Cindy en Koshira nog even bedanken. Omdat zij wekelijks hun Efteling updates op Twitter zetten. Waar ik gewoon heel erg door geholpen word. Dus daar ben ik ook heel blij mee. En mochten jullie een pin willen hebben, kom hem zeker een keer halen. We komen elkaar volgens mij regelmatig tegen in het park. De komende tijd ga ik heel druk aan de slag om overal mijn nieuwe logo en huisstijl toe te passen. Nu gaan we verder met de vragen over de Efteling. En we beginnen bij een vraag van Transfers. Die vraagt aan mij wat mijn favoriete animatronic is in de Efteling. En ik denk dat dit de animatronic is van Hugo in Villa Volta. Hoewel ik van de week deze tegenkwam van de stiefmoeder van Assepoester. En die is ook wel heel tof. Verder hebben meerdere mensen aan mij gevraagd wat mijn favoriete attractie is in de Efteling. En dit is een beetje een foute, een beetje een guilty pleasure. Maar mijn favoriete attractie is de oude Tufferbaan. Gewoon omdat die vol zit met hele toffe details. En ja, ik vind het echt heel goed bij de Efteling passen. Super tof. Verder vraagt Efteling Gevion aan mij wat mijn favoriete entertainment is. Ik denk dat ik het meeste te vinden ben bij de Charlatans. Maar dit is wel gewoon een plekje waar ik heel vaak ook mensen gewoon ontmoet. Waar ik altijd gezellig even ga kletsen. De leukste show vind ik eigenlijk de Sprookjesboomshow. Ik vind dat gewoon heel spontaan en dat is echt wel mijn favorietje. Ook vraagt Efteling Gevion aan mij of ik een vaste route heb in het park. En die heb ik niet helemaal. Maar de route die ik het meeste loop is eigenlijk de route die je ook terugziet in mijn nieuwsvideo's. Daarmee begin ik eigenlijk bij de ingang. Dan ga ik door naar het Sprookjesbos, dan het Marenrijk, dan het Reizenrijk, dan het Ruigrijk en dan het Anderrijk. En op die manier kan ik eigenlijk alles heel efficiënt lopen, denk ik. Is een hele logische route voor mij waarbij ik alles goed kan zien. Maar het gebeurt ook vaak dat ik kriskras, net als eigenlijk vandaag, zoals je een beetje in mijn intro zag bijvoorbeeld, dat ik gewoon kriskras door het park heen ren. Of alleen maar in één rij kom. Het kan heel erg wisselen. Banen vraagt nog aan mij welke attracties voor mij weg moeten. Nou, om te beginnen moet er denk ik niks weg. Maar als ik er echt eentje moet kiezen, dan mag voor mij de halve maan weg. Er zijn de laatste tijd wel regelmatig wat problemen mee geweest ook. Maar het is ook gewoon echt niet mijn attractie. Ik word er gewoon misselijk in. Ik vind het niet fijn. Ik zie daar liever gewoon een toffe droptoren eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. En dan is er nog één vraag en die komt van Big Coasters. En die vraagt aan mij wat ik ervan vind dat het spookslot is weggegaan. Ik vind het een hele lastige vraag. Want zoals ik net al zei, kom ik nog niet zo heel lang in de Efteling. Nog niet eens anderhalf jaar. Dus ik heb het spookslot ook gewoon, ik ben er nooit in geweest. Ik heb het spookslot nooit van binnen gezien. Of althans niet verder dan het eerste stukje van de wachtrij als heel klein kindje. Want toen vond ik het nog te eng. Dus ik heb niet het gevoel wat de Efteling fans erbij hebben. Wat ik ondertussen wel weet is dat het echt gewoon helemaal kapot was. Dat het gewoon de moeite niet meer was om erin te investeren. En dat er eigenlijk over het algemeen niet zo heel veel bezoekers meer kwamen. Het was niet meer te redden. Dus ik denk dat de Efteling er gewoon eigenlijk bijna niet onderuit kwam om dit te slopen. Ik snap heel goed dit sentiment. Want het is echt wel een heftig dingetje denk ik. Maar ik denk dat het heel goed over na is gedacht door de Efteling. En dat ze echt geen andere keuze hadden. En dat waren alweer de vragen over de Efteling. Laten we even terugkijken op wat hoogtepuntjes van 1 jaar F-talk. Hey, hallo allemaal. Welkom bij de eerste video van mijn nieuwe YouTube kanaal F-talk. Mijn naam is Michelle en ik ga jullie meenemen door de wondere wereld van de Efteling. Leuk dat je kijkt. Ik heb er heel veel zin in. Laten we gaan beginnen.
Wat een geniale achtbaan. Ik snap niet hoe mensen het daarom beter kunnen vinden dan de Flight. Het is in alles beter. Thematisering, de baan zelf, gewoon een nieuw concept. Super tof. Om inspiratie op te doen voor de nieuwe attractie Dans Macabre zijn de ontwerpers van de Efteling op bezoek geweest bij 3 abdijen in Vlaanderen. De abdij van Orval, de abdij van Villers en de abdij De Olne. En voor deze 100ste video ga ik op bezoek bij deze inspiratie. Ik ben vandaag bij de abdij van Villers. Vorige week waren er wat problemen met parkeren. Het was hier afgelopen zondag mega druk en mensen konden hun auto niet meer kwijt. Dat heeft de Efteling opgelost door de mensen naar Bosrijk te sturen. Ik ga praten, iemand die vlog aan het opnemen. Dus... Ja, daar is het opnemen van die vlog. Komt ze er niet op te staan? Nee, nou zie ik er niet meer uit. Dat klinkt voor geen meter. Dus wij zeggen, ik doe maar net alsof wij er niet zijn. Heel fijn, dankjewel. Nou ben ik mijn tekst kwijt. Verder deden de tovertwinkels van Pardoes in het observatorium het weer. Dat was alleen maar mooi nieuws. Daarentegen voelde ik vorige week al geen druppel bij de Fabelvis. Ik dacht eigenlijk dat het gewoon een keertje mis was. Hoi! Er was een beetje paniek omdat het super druk was. Mensen zijn naar Bosrijk gestuurd. Er gingen berichten rond. Beslissing genomen door op dit. Huh? Je gaat de verkeerde kant op. De Joris en de Draak. Nou, inversies heeft hij niet. Laten we daarmee beginnen. Dus dat zijn 0 punten. De wachtrij is meestal een half uurtje, een beetje middelmoot. De single rijder gaat wel vaak vrij snel. Ik geef hem 3 punten. Ja, hoe wild is die? Ik zei het net al, ik vind hem iets wilder dan de Baron nog. Hoi! Je laat me schrikken! Dan heb ik nog wat overig nieuws. De stoomtrein doet raar. De show zou niet te missen zijn. Het is een unieke samensmelting van de betovering en verwondering uit de Efteling tot een hysterische grappige achtbaan van idiote misverstanden. Spannende achtervolgingen en kolderieke belevenissen, zoals je die alleen van John van Eert kent. Het gaat over de zusjes Julia en Sophie. Die gaan op zoek naar de waarheid tussen fantasie en werkelijkheid. En zo komen ze allerlei gekke dingen tegen, zoals mijn haar. Dan kijk ik even naar het scherm of daar nu iets gebeurt. Er gebeurt nu wel iets, hè? We zien het heel slecht hier. Ja. Ja. Laat het maar zien. 173.652 euro. 173.652 euro. Dat is natuurlijk een fantastisch bedrag. En mede dankzij jullie. Ontzettend bedankt voor alle donaties die ik heb gekregen. En volgend jaar gewoon weer lijkt me. Alleen dan doen we nog een beetje meer. Ik ga nog even verder feesten. Ja, ik wacht nog even. Ik zat er net.
Spanje! Dan ga ik jullie meenemen daar door een roosje. Van de week was de hoofdingang van het Sprookjesbos even dicht. Was dat pad niet beschikbaar, want ze waren daar heel druk bezig. Ik kan toevallig net weer kijken. Hij zegt net weer open, volgens mij was ik de eerste die er overheen liep. En wat ziet dit er fantastisch uit. Er is nieuwe beplanting, die zijn ze nu druk aan het aanleggen. Het nieuwe uitkijkpunt, dat is er. Ziet er heel mooi uit. Er liggen stenen in de vijver. De vijver moet nog wel even gevuld worden. Maar mensen, Ik kan hier echt van genieten. Ik ga zo goed op het nieuwe Doornroosje. Echt fantastisch. Het is zondag 31 december. Het is 5 uur 's morgens. En ik ga vandaag minimaal 18 uur lang naar de wereld van de Efteling. Het is gemaakt van bekende Tiësto en Efteling klassiekers. Geniet van onze beste beats en sprookjesachtige melodieën in deze spectaculaire versie van Aquadura. Ik heb aan het werk op de Efteling altijd bijzonder prettig aan het doen. En ik vind het zo geweldig belangrijk voor kinderen dat ze een speelplaats hebben waar ze later nog eens aan terugdenken. Efteling, waarom laat je me 2 keer op één avond? Alle tovertwinkels! Het is bijna zover! Staan jullie klaar? Let's count down together! Laten we samen aftellen tot het nieuwe jaar. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het was een fantastisch jaar. Ik heb nieuwe mensen leren kennen, toffe dingen gedaan, echt heel veel lol gehad. En ik zou dit voor geen goud meer willen missen, dus voorlopig ga ik er nog even mee door. Maar voor nu gaan we eerst verder met de laatste ronde vragen. En die gaan over mijn YouTube, TikTok, alles om het YouTuber heen, zeg maar. En we beginnen met een vraag van Transfer 7. En die vraagt hoe lang ik bezig ben met het editen van een video. En dat wisselt heel erg. De video's die ik op donderdag publiceer, die zijn meestal vrij simpel. Dat is een beetje praten, een beetje beelden eroverheen. Ben ik in een uurtje of 2 wel mee klaar. Deze video ben ik eigenlijk al 6 uur bezig geweest met alleen de edit van dat stukje in de intro. Met al die hey hallo beeldjes. Maar dit is heel extreem. Voor deze video ben ik in totaal denk ik een uur of 30 bezig geweest. Alleen met editen, met beelden zoeken en nu nog een stukje filmen. Nou, dat is op zich snel gedaan. Maar daar ben ik heel lang mee bezig. De meeste video's die ik maak, dat zijn natuurlijk mijn nieuwsvideo's. En daar ben ik gemiddeld met editen ongeveer 8 uur mee bezig. Dan komt er nog wat filmen bij. Dat is meestal of een hele zaterdag, of een donderdag en een vrijdagmiddag of ochtend. Dus meestal een uur of 6. En dan zit er nog een stuk voorbereiding in. Daar maak ik een draaiboek voor. Daar ben ik 1 à 2 uur mee bezig. Ik volg heel de week mijn socials. Eigenlijk ben ik gewoon heel de week constant, non-stop bezig
met YouTube. Iedere seconde die ik aan vrije tijd heb, die besteed ik aan mijn kanaal. Dat kan zijn van video's kijken van Niels en Bart en Angie, tot twitteren en facebooken om dingen te verzamelen, tot een rondje lopen door het park, van alles. Maar dat is het dus een beetje. Ik denk dat ik er in totaal 1 uur of 50 in de week aan bezig ben. Maar ik vind het super tof om te doen. En anders hou je het ook niet vol. Dus ik doe het echt met heel veel liefde en plezier. De volgende vraag die is van Ooit Online. En die vraagt, komt er eens een keer een F-Talk fanmeeting? Dit lijkt me een heel leuk idee. Alleen daarvoor moet ik denk ik wel iets meer bereik hebben. Iets meer mensen die dan ook komen. Want ik vind het super tof om te doen. Maar niet als er maar 2 mensen naar zo'n meeting komen. Dus misschien dat we daar eens een keer naar moeten gaan kijken, zo richting de 2000 abonnees. Maar die gaan we zeker een keer doen. Lijkt me heel tof om mensen te ontmoeten. En lijkt me gewoon heel gezellig. Dus dat gaan we zeker een keer doen. Alleen nog niet nu. Daarvoor moet ik nog iets verder groeien met mijn kanaal. Dan heb ik nog een vraag van Ooit. Volgens mij via TikTok. Ik weet niet of dit dezelfde persoon is als Ooit Online via YouTube. Maar in ieder geval, die vraagt, hoe ga je om met alle haatreacties die je krijgt? En ik krijg best wel wat haatreacties. Omdat ik er misschien een beetje anders ben dan andere mensen. Omdat ik ook nieuwsvideo's maak, net als die Niels maakt. En hoewel ik dat op mijn eigen manier doe, gaan mensen hebben heel snel de neiging om dat te vergelijken. En die roepen heel makkelijk, oh, jij doet Niels Kooijman na. Ik ben het er zelf niet helemaal mee eens. Ik doe echt wel dingen op mijn eigen manier. Maar ik begrijp zeker deze vergelijking. Wat ik wel van hem heb nagedaan, is de intro van deze video. Maar dat is 1 keer. En soms zijn toffe de ideeën er gewoon om overgenomen te worden, toch? Beter goed nageaapt dan slecht bedacht. Maar hoe ga ik om met al die haatreacties? Ik ben daar heel erg zoekende in. Het is heel makkelijk om alles gewoon te verwijderen, te blokkeren. Maar ik vind ook dat mensen gewoon hun mening moeten kunnen geven, zolang dat op een beschaafde en nette manier gaat. En ik zoek gewoon een manier om daarmee om te gaan. Afgelopen weken is er heel veel vervelende reacties zijn er geweest, vooral op TikTok. Het is sowieso meestal op TikTok. Ik probeer daar op een leuke manier op te reageren. Alleen soms gaan mensen gewoon echt te ver. Ja, daar zeg ik op een gegeven moment tegen van, hé, nu ben ik je beu en die blokkeer ik en daar verwijder ik alles van. Maar meestal probeer ik gewoon een leuke reactie terug te geven. Soms heeft het zelfs tot hele toffe gesprekken geleid die echt wel gewoon leuk zijn. Dus ik pluk er ook zeker de vruchten van. Maar het is heel moeilijk om hier mijn weg in te zoeken. En daar ben ik gewoon op dit moment heel druk mee bezig. Want ik vind dat mensen ook wel dingen mogen zeggen. En dat moet zeker ook kunnen. Dus dat is een beetje hoe ik probeer ermee om te gaan. Gelukkig zijn de meeste reacties gewoon heel leuk en lief. En alleen maar positief. En kunnen de meeste mensen mijn video's echt wel heel erg waarderen. Dus daar ben ik heel blij mee. En dan blijft er nog 1 laatste vraag over. En die is ergens een beetje verdwenen gegaan in de berichten. Maar volgens mij was die van Regina. En het was wel een hele toffe vraag, dus ik ga hem in ieder geval even behandelen. En dat was de vraag, wat zijn je plannen met F-Talk in de toekomst? En ik vind het een hele leuke vraag, want ja, ik probeer natuurlijk altijd beter te worden met F-Talk en vooruit te kijken en nieuwe dingen te ontdekken. Dus ik vind het ook heel tof om hier naar te kijken. En mijn plannen voor nu zijn een beetje het volgende. Om te beginnen wil ik doorgroeien naar de 1000 abonnees. En mijn doel is om dit te halen voor de opening van Dans Macabre. Dus dat is ergens half oktober. En ik denk dat dit zeker moet lukken. Alleen, ja, dan moeten jullie wel even abonneren. Dus als we het er toch over hebben, doe straks even hieronder abonneren en op dat belletje drukken en zo. Maar dat ga ik straks nog een keer herhalen. Wat ik verder van plan ben met F-Talk. Ik vind die nieuwsvideo's super leuk om te maken. Dus dat wil ik zeker blijven doen. Ik vind het leuk en heel praktisch om regelmatig op donderdag te posten. Soms zit daar een video bij waar ik net iets minder achter sta. Maar ik vind het wel tof om die donderdag video's te maken. En ik denk dat het goed is om daar een structuur in te houden. Dus dat ga ik zeker blijven doen. Maar wat ik vooral ook wil doen is gewoon hele toffe video's maken. Ik heb als 100ste video heb ik de inspiratie van Dans Macabre heb ik natuurlijk die video over gemaakt. Met super mooie beelden. Werd ook gigantisch gewaardeerd door iedereen. En ik wil eigenlijk een beetje meer die kant op. Ik ga nu beginnen met mijn serie met challenges. Die ga ik binnenkort beginnen met filmen. Ga ik al jullie uitdagen aan. Ik wil iedereen ook bedanken trouwens nog die een challenge heeft ingestuurd. Er zitten echt hele leuke dingen bij. Hele moeilijke uitdagingen. Ik denk echt dat ik ze niet allemaal ga halen. Maar ik ga zeker mijn bestje voor doen. En verder wil ik gewoon hele toffe ideeën doen. Ik wil op bezoek bij of op onderzoek uit naar de legende van de bokkenrijders bijvoorbeeld. Ik wil iets. Ik ga niet alles verklappen. Maar bijvoorbeeld kijken of het mogelijk is om een soort Wie is de Mol te organiseren in de Efteling.
Maar dat lukt me ook niet in mijn eentje. Daar heb ik ook mensen voor nodig die komen helpen. Maar dat komt allemaal tegen die tijd wel. Ik wil een soort hunted, of hoe heet dat, van Stuk TV. Iets doen waardoor mensen moeten proberen uit mijn handen te blijven. Toffe programma's met toffe beelden. Ik wil echt toffe video's gaan maken. En dat wil ik als bonus doen. Naast mijn maandag en donderdag video's, die gaan dan op een zaterdag bijkomen. Af en toe, gewoon als ik het leuk vind, als het uitkomt. En dan wil ik echt gewoon energie en tijd insteken. Dit moeten gewoon echt toffe video's worden van hoge kwaliteit. Verder heb ik nog twee hele toffe ideeën voor december en voor de kerst. Daar ga ik nog niet te veel over zeggen, maar hier heb ik ook heel veel zin in. En verder, ja, we zien het wel. Het is nog, dat is allemaal nog ver weg. Ik ben pas geleden begonnen met een soort van video samen maken met Angie, met Eftelingse Brunet. Super tof idee. Zulke dingen wil ik vaker doen. Er zijn genoeg plannen, dus ik ga zeker nog even door. Dat was de laatste vraag. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik wil iedereen graag bedanken voor het kijken van deze video. Voor het kijken van al mijn andere video's. Voor een gigantisch leuk eerste jaar waarin ik mijn video's maakte. Voor alle positieve reacties die ik heb gehad in de afgelopen tijd. Voor de steun. Voor het vertrouwen, voor het abonneren, voor alles wat iedereen voor mij gedaan heeft. Ik ben jullie echt heel dankbaar en ik ben er echt heel blij mee. En ja, ik geniet hier echt van en dat is mede dankzij jullie. Dus echt ontzettend bedankt allemaal daarvoor. Daarmee gaan we afsluiten. Ik wil jullie dus echt... Zo, ik weet het niet meer. We gaan deze video afsluiten. Nogmaals, bedankt voor alles wat jullie voor mij gedaan hebben de afgelopen tijd. En we gaan elkaar nog heel vaak zien. Ik ga er voorlopig niet mee stoppen. Vind jij het nou leuk wat ik doe? Vergeet dan zeker niet hieronder te abonneren. Druk even op dat belletje. En dan krijg je een melding als ik een nieuwe video online zet. En druk even op dat duimpje omhoog. En laat even hieronder wat weten. Laat weten wat je graag zou willen zien. Heb je nog toffe ideeën voor programma's die kan maken? Of voor content? Of laat gewoon weten wat je van F-Talk vindt. Feliciteer me gewoon. Laat even een reactie achter hieronder. Vind ik alleen maar leuk. Nog eenmaal bedankt voor het kijken. Voor alles wat jullie gedaan hebben. En ik zie jullie heel graag de volgende keer weer terug bij mijn nieuwe video. Doei!